De polio- en pentavalent kindervaccins komen over 3 weken in Suriname aan. Sinds begin juli zijn deze vaccins schaars. Het polio- en pentavalent vaccin maken deel uit van het landelijk kindervaccinatieprogramma. Deze vaccins zijn bestemd voor kinderen van 0 tot 5 jaar en beschermen tegen difterie, tetanus, kinkhoest, hepatitis B, hemophilus influenza type B en polio. Minister Amar Amadine van Volksgezondheid laat weten dat de leverancier op de hoogte is van de situatie in Suriname en weet dat de levering zo snel als mogelijk moet plaatsvinden. Maar dat van de kindervaccins, wat ik u zei, het heeft te maken met, wat ik houden met meerdere factoren, dus ook vanuit de supplier, dus een leverancier. We verwachten dat binnen 2 tot 3 weken die vaccins beschikbaar moeten zijn. Oké, die zijn dus al onderweg of moeten ze nog verscheept worden? Dat kan ik u niet exact zeggen, maar feit is wel dat de leverancier aangegeven heeft dat die rekening houden. Want er zijn meerdere Caribische landen die gebruik maken vanuit die regelingen. Ja. Dus we hebben wel aangegeven, er is een stockout. Dus we zijn op de hoogte. Meestal wordt het met beurt, kan ook sneller hoor. Ja. Het hangt er helemaal van af vanuit de planning vanuit de leverancier. Dus wij hebben alvast aangegeven dat er een stockout is. Dus dan word je als land eerder bevoorraad. Er is ook een tekort aan gele koortsvaccins. Minister Ramadine zegt dat die voorraad aangevuld zal worden met de partij vanuit